Hallo mensen, bij deze een nieuwe video van Droomcraft. En vandaag zijn we bij de kaas. Maar we gaan vandaag niet de kaas doen, we gaan er wel op landen. Ja. Ja, kom op. Kom op nou. Kom op, kom op, kom op nou. Kom op nou! Sorry. Ja, we zijn geland. Sorry. Welkom bij Droomcraft. Ja, ik ben een eend, dus die kan vliegen. Ja, maar niet elke keer. Ja, welkom bij Zomer... Oh, kijk, daar gaat ook een kaartje. Welkom bij Droomcraft. We zijn weer in Droomcraft. We gaan vandaag niet de kaart weer informeren. Nou, informatie. Ik ben nu misschien op het strand in Smakken. Dat heb ik gisteren gezegd. Ja, de donderbaan. Deze staat al heel lang in het park, maar deze dondert niet. Ik kan hem wel laten zien. Hier staat een tekst, die staat al hier. Die staat al heel lang. Let op, de donderbaan is al heel oud. Om de nostalgie van deze baan te behouden, laat ze hem in zijn huidige staat. Hierdoor kan de rit wat onrealistisch zijn. Dank voor begrip. Ja, de donderbaan is best wel oud. Dat is bijna de oudste achtbaan in het park. Nou, de ondergang, dat is pas de oudste ding van het park. En ik kan hier niet in. Dat ik moet wachten op een karretje. No. No, dat gaat nog even duren, want de karretje is net begonnen. Oh god, we zijn best zo bij je terug. Ja, we zijn weer terug en we zijn nu bij uit de donderbaan. Vroeger was deze donderbaan veel anders. Ik kan het wel laten zien. We hebben nu een keer een informatie van de donderbaan. Ja, deze staat er nog niet. Vroeger, dan ging je gewoon hier langs en dan was daar het einde ofzo. Maar je ging wel een paar bochten om. Was gewoon, dat stukje was er gewoon niet. Dan komen we eigenlijk bij de areaal. Daar moeten we niet heen. Dus we gaan terug. De draaimolen, die staat ook al heel lang in het park. Deze stond vroeger bij de clownenval op de clowndam gebied. Ik weet niet dat ik daar een foto van heb, maar misschien wel. Ik laat het wel eens zien in de video van Zomer Remco of Remco Feest of andere vraag van de week of... Ja, vraag van de week komt ook weer. Dat heb ik nog niet gezegd gisteravond bij Zomer Remco. Ja, hier heb je nog een kassière. Hallo, ik wil patat. Dus niet. Sorry. Ik weet niet wat hier is. Ik zoek ook altijd heel veel achievements in het park. Dat vind ik altijd hartstikke leuk als je al die achievements zoekt. Ik ben bijna overal geweest. Nou, niet overal. Daar zie je ook een stukje van ADL. Dat komen we straks. Hier is wel eens een keer een video van gemaakt. Hier staat... Oh. Hier staat... Waterfontein buiten werken door lekkage. Oh. Maar hier hebben we nog nooit een video van gemaakt. Een onrit in die donderbaan. Of misschien wel. Ah, daar is hij weer. Oh, dat is snel. Oh. Hier heb je nog... Oh. Waar is de ingang nou? Oh, daar. Oh. Oh. Wat? Oh, daar is de ingang. Hallo mevrouw, leg uit aan mij. Wanneer komen we dat weer aan de kaai? Sorry, dat is een beetje flauw. Hier hebben we ook wel eens een video gemaakt. Video. Hebben we ook een video gemaakt. Hier stond zo'n grote... ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het niet eigenlijk wat hier stond. Hier stond zo'n grote... sorry. Hier stond zo'n grote waterweekend podium. Werd waterweekend gehouden. Hier in Droomcraft. Toen werd de areaal geopend en de theeluiten. Hebben we ook wat ik een video van gemaakt. De Space Mountain. Die zit ook al heel lang in de park.
Deze was vroeger helemaal wit, heb ik waarschijnlijk van de video gezien. Ik kan er niet allemaal bij zijn, want ik heb pas net 2016 heb ik dit gemaakt en toen was alles nog gewoon zo. De Disney kaart, ze hebben ook eens een video gemaakt, die staat ook altijd heel lang in het park. Nou, ik weet niet hoe lang hij in het park staat. Ik denk, ja, toen de opening was van 2.0, toen kwam hij in het park. Er was ook wel eens een video van 2.0 dat de server werd verwoest door Constantine. Maar het is allemaal goed gekomen. Er was een Muppettheater en toen was het afgelopen of zo en toen werd de server officieel geopend. Dat was de opening van 2.0 en dan komen we een keer hieruit. Ik maak hier wel een foto van, want ik weet helemaal geen foto voor de foto van. Ik maak altijd heel een leuke screenshot. Even bij Ariel en de donderbaan en het hamburgje en het Space Mountain. Hier maak ik wel even een foto van, dit is zo leuk. Yeah, ik heb hem gemaakt. Kijk, ik zie nu 20 voor 24 heb ik dit gemaakt. Deze video heb ik net gemaakt. Ik heb zomerdrumco nog net gedaan voor dit. Hier heb je nog de technische ruimte. Deze kan ik helemaal niet in, want ik ben VIP. Maar ik kan er helemaal niet in. Kijk dan. Ik kan er niet in. Ik kan er niet in. Waarom? Waarom kan ik er niet in? Sorry. Maar misschien is dat voor VIP Plus. Ik denk het wel. Ja. En dan komen we een keer uit bij de Simba. En dan gaan we de volgende video gaan we even vertellen bij de Simba. En dan gaan we ook even de It's Small World kijken. Daar hebben we ook wat ik een video gemaakt. En er komt allemaal info erover. Dus we gaan een paar video's alles laten zien in Dronecraft. Nou, niet de attracties. Maar wat er allemaal in is in Dronecraft, snap je? Ik denk het wel. Ik denk dat er zaterdag weer een video komt, want Sprookjes moet ook nog eens een video van gemaakt worden. En Survival. Maar er komen wel weer een nieuwe video van Dronecraft. Ik denk dat zondagavond weer een nieuwe video van komt van Dronecraft. Maar dit was wel een video. Ik hoop dat je een leuke video vond. Dat je weer een duim achter. Abonneer op de kanaal. Reactie onder. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Dronecraft. Doei!